Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Peter en ik ga mede dankzij jullie mooie hulp en mooie donaties binnenkort voor de tweede keer een marathon lopen in Rotterdam. Zit druk in de voorbereiding en met wat video's neem ik jullie mee in het proces. Want dat is het namelijk, een heel proces marathon lopen. En waar je ook mee te maken krijgt in een proces is een kleine tegenvaller. In dit geval een kleine blessure. Geen hele ernstige, maar wel eentje die ervoor zorgt dat je een paar dagen toch denkt ik wil rennen, maar het is beter om mijn voet rust te geven. Dat betekent ook dat je soms noodoplossingen moet gaan vinden of alternatieven. En laat die er gelukkig vandaag op deze bijna lentedag in Utrecht zijn. Hola! Houdt heel erg van rennen, is een sprinter, maar kan eigenlijk nooit meer dan een kilometer. En dat komt even heel goed uit om samen met jullie even een klein stukje samen te rennen. Rennen jullie mee? Kom maar, Lola. Nou, zo zijn we toch ruim een kilometer verder. Hondje schiet een beetje in de noodrem, die wil niet verder. Maar dat geeft niet. Heeft in ieder geval even lekker gerend. En ik ook. En het ging weer. En dat is heel fijn om te merken. En iets wat heel erg typisch is voor alle stappen die bij een marathon komen, is ja, je begint eigenlijk gewoon met een eerste kilometer. Best al een opgave, maar stap voor stap kom je steeds een klein stukje verder. En wij gaan ook een klein stukje verder. Graag tot de volgende keer.